Holy moly, dat is zout. Dat is wel mijn favoriete soort van zout, holy moly. Voedselverspilling is vet stom. Maar toch gooien we in Nederland ieder jaar 2,5 miljoen ton voedsel weg. Dat is echt niet nodig. Oeh. In deze serie laat ik samen met Too Good To Go zien hoe leuk het is om creatief te zijn met voedsel dat anders verspild wordt. Too Good To Go is een sociale onderneming gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zo kan je via de app een magic box met eten dat anders moet worden weggegooid ophalen bij restaurants, bakkers en supermarkten. Wat? Dit is Wat bakken we ervan. Welkom bij deze aflevering van 4G. Ik ben Marije, dit is mijn keuken. En mijn gast van vandaag is mijn man Max. Ik moest van hem zeggen dat jullie hem misschien kennen van het boek Je doet het toch wel gratis. Maar volgens mij kenden de meesten hem vooral van de slechte grappen in mijn video's. Max, kom er maar bij. Slechte grappen? Dat is wel aardig. Ga je dit ontkennen? Mooie intro is dit. Je mag naar je workstation. Workstation? Vroeger heette dit gewoon mijn keukenblad. Zo. We hebben deze magic boxen opgehaald vanochtend bij Markt via Too Good To Go. En hier mag je een gerecht mee maken. Wat lekker en origineel en spectaculair moet zijn. Met dus deze ingrediënten die anders worden weggegooid. We weten dus niet wat erin zit. Het is ook een verrassing voor ons. Naast deze ingrediënten mogen we ook nog dingen die je in een normale keuken mag verwachten gebruiken. Zoals zout en peper en olijfolie bijvoorbeeld. En als extraatje, mis je nou een ingrediënt, dan heb je de mogelijkheid om... Waarom kijk je me zo moeilijk? Nee, ik vind het spannend, ik ben gewoon aan het luisteren. Oké, je hebt de mogelijkheid om in 10 minuten naar de supermarkt te rennen met 3 euro... om eventueel nog een ingrediënt te halen die je mist voor je gerecht. We hebben 45 minuten de tijd om iets te maken, maar laten we eerst even kijken wat erin zit. Oké. Okay. Even snel. Ja, even snel. Oké. Amandeljoghurt. Hele salade. Oh man, hier was ik dus bang voor, hè? Moeilijke ingrediënten waarvan ik niet weet wat het is. Oké, avocado's. Yoghurt. Oh, champignons. Oh, kijk, dit is gewoon vol. Tofu. Oh, oké. Ik heb. Dit is veel zinniger dan ik dacht. Oké. Ik ga meteen opruimen. Wat moet ik doen? We zetten de wekker aan op 45 minuten. En de tijd gaat nu in. Oh mijn god, oké. Ja, ik ga het sorteren, inderdaad. Dit is hartig. Wat is dit ook weer? Kool? Chinese kool? Chinese kool. Ik heb echt extreem veel moeite om fruit in een hartig gerecht te verwerken. Dus ik denk dat ik dat gewoon misschien lekker na de opnames ga eten. Dit is een complete salade die gewoon echt heel lekker is. Die kan ik gewoon prima morgen opeten. Dat zou zonde zijn om daar nu mee te gaan klooien. Ik ga even hulptroepen inschakelen. Oh, mag dat? Dat mag. Doe ik dat ook? Oh yes, spruitjes staan erin. Oh, je hebt spruitjes. Ja. Nou, op zich kan ik daar wel mee. Ik word er zenuwachtig van. Mag ik dit erbij houden of moet ik één keer kijken? Nou, je mag niet een recept nakomen. Oké, dus een kijk voor inspiratie. Rijst, is dat iets wat je altijd in huis hebt? Vind ik wel. Rijst is iets wat je altijd in huis hebt? Oh, dan ga ik meteen water koken. Dit viel. Sojasaus, ja of nee? Ja. Ja, dat mag. Het lijkt wel alsof ik hier vaker ben geweest. Ik weet gewoon waar alles is. Ik ga aan de slag. Ik heb een plan. Ja? Ja, ik heb een plan. Ja, mijn focus gaat richting de tofu en de spruitjes. Oh, ik voel me zo'n kneus nu. Ik heb een kleine lifehack. Bordmes, onderkant bord of schotel. Scherpmes. Hoeveel tijd ben ik al kwijt aan het kijken naar mijn ingrediënten? 5 minuten! Leg ik hier weg, zo? Is dit handig? Wat gebeurt er? Je mag me niet saboteren. Oh. Oké, Max, om je nog een beetje af te leiden. Kookkunsten van je moeder of van mij? Oeh, dat is een gewetensvraag. Mag ik zeggen dat is onmogelijk te beantwoorden? Of is dat een flauwe kop-out? Dat is wel flauw. Je moet iets kiezen. Ja, dat is flauw. Ja. En ik had mijn handen moeten wassen. Kookkunsten van mijn moeder. Die was namelijk regelmatig haar handen. Dat is makkelijk, thank you voor dat. En mijn moeder die kookt altijd alles. Wij omschrijven mijn moeders kookkunsten altijd als boter met mayo. Dat is ongeveer haar stijl. En dat zorgt ervoor dat alles fucking lekker is. En ook dat je er dood van gaat. Volgens wat ik net las bij meneer Ottolenghi, moet ik dit kruiden met sojasaus en zo. Nou, dat heb ik dus allemaal niet, want dat heb ik opgemaakt. Dus ik moet nu een variatie op mijn marinade gaan maken.
En ik heb verse Italiaanse kruiden en dan denk ik eigenlijk moet ik daar maar wat mee doen dan toch? Het kan zijn dat ik hier met deze kruiden op deze manier een afslag heb genomen waar ik heel veel spijt van ga krijgen. Ja, ik heb ook nog steeds geen flauw idee wat ik aan het doen ben hoor. Ik denk dus aan een ontbijtgerecht. Wat ga je doen? Ga je avocado in de oven? Ja, waarom niet? Is je avocado altijd te hard of net zo rot als de adem van je wiskundeleraar? Wij hebben de oplossing! Is hij te hard? Maak je avocado meteen rijp door hem in de oven te doen. Even omwikkelen met aluminiumfolie en 10 minuutjes op 100 graden laten garen. Afkoelen en jappen maar! Even nadenken, wat heb ik nou nog verder nodig hierbij? Ja, ik weet het. Je moet nog twee dingen hebben. Maar ga ik dat redden met 3 euro? Oh, dat wordt kiezen in de supermarkt. Het is 35 minuten. Ik ga nu naar de supermarkt. Oké, okay, dan ga ik wel even een timertje voor jou zetten. Succes! Oké. Okay. Ik ga niet op een slag naar buiten. Dat is echt niet oké. Okay. Het kost tijd en ik ben... Deze boek is te strak. Rennen. Echt? Ja, we gaan rennen. Ik ga op zoek naar paddenstoelen. Die kan je ook jatten van Marije. Ja, dat had ik even eerder moeten brengen. Ik sta nu buiten. Paddenstoelen en ding, chili saus. Oh nee, nee, nee. Ik kan niet eens denken, zo veel die stress. Oké. Okay. Ik heb nog steeds geen idee wat ik aan het doen ben. Perfecte paddenstoelen, dat is misschien ook te doen voor 3 euro. Precies. Oh, de stress is unreal, jongens. Yes! 35%, joh. Deze zijn. Hier, nee, dat gaat niet. Wel lekker rustig zo zonder Max. Niet dat gaan oude moer de hele tijd. Kookroom, ik wou spekjes, hier gaan we mee doen. Hier gaan we mee doen. 2,64. Dit ziet er wel altijd super professioneel uit met zo'n. Dingen in de olie smeert zo. De allerkutste die aan is, is dat Marije nu verder aan het gaan. Die heeft al een soort rijsttafel staan. Nee, dit gaat helemaal verkeerd. Honey, I'm home. Ik ben zoveel verder inmiddels. Ja, daar was ik wel vet bang voor. Je bent helemaal niet verder. Ik heb een bon. Ik was binnen mijn budget. Ja, ik wil dat wel even zien en checken. Ja, dat snap ik. Hey, degene die eerst de pan pakt, mag de beste pan pakken, toch? Dan zet ik het even in. Met de koude magnetron. Ik heb deze pan. Dips. Mooi, want ik hoef die pan niet. Ik ga dus nu wel dingen doen die ik nog nooit gedaan heb, hè? Oh, dit is veel werk. Dit heb ik ons gehad. Ondertussen staat mijn pan heet te worden. Oh, dit gaat allemaal voor... Oh, jongens. Heb ik al veel al gezegd? Ik heb een beetje verteld wat ik allemaal ga doen hier, wat mijn doel is. En jij bent nog niet verder dan, hier zijn stukken avocado, die gaan in de oven in. Ja, maar het moet ook gewoon nog, het komt nog ja, komt het samen? Samen, ja? Hoop ik. Oh, hey! Oh, saboteur, je hebt mijn dingen uitgezet. Dat heb ik helemaal niet. Wel? Nee, dat heb ik helemaal niet. Dat zou flauw zijn. Ik wou nu dat ik het bedacht had. Wat heb je eigenlijk net gekocht? Nee, daar gaat je geen flikker aan. Pardon. Ja, ik denk wel dat dit niet bevorderend is voor ons taalgebruik, deze serie. Oh, dit gaat veel te snel. Maar wij hebben dit bedacht, maar we kunnen normaal niet koken. Dus wat doen we onszelf aan? Jullie erin. Oh, dat is potdomme lekker, jongens. No. Fusion van stress met angst. Je ziet soms in die kookprogramma's dat de dingen serveren die niet helemaal af zijn. En dan denk ik, waarom doe je dat? En nu denk ik, daarom doe je dat. Wacht even, wat gebeurt hier? Wat is dat? Edelgistvlokken. Edelgistvlokken. Want die heeft iedereen in huis. Nou, de jury vindt hier wat van, hoor. Nou, gelukkig ben jij niet de jury. Nou, je bent eigenlijk wel de jury. Ja, daarom. Ik vind wat van edelgistvlokken. Edelgistvlokken heeft iedere zelfrespecterende vegetariër in huis. Ik ben dus een poging aan het doen om een tofu scramble te maken. Maar ik heb niet het idee dat het genoeg body heeft. Ik weet niet wat dit gaat worden, jongens. Ik weet het niet, maar het knispert wel lekker. Ik heb het idee dat ik gewoon overal maar olie en ui ingeflikkerd heb. Ja, dan kom eens kijken. Dit is toch prachtig. Moet je nou kijken wat hier gebeurt. Het is toch schitterend.
Vind je? Oh, jongens. Jelle is mij nu aan het saboteren. Oh. Goed zo, Jelle. Ondertussen is je dingen hier een beetje aan het verpieteren, hè? Oh ja, kut! We zeggen wel heel kut, hè? Ja. Dit is niet voor kinderen. Nou, daar gaat ie, jongens. 12 minuten hebben we nog. Echt? Ja. Oké, dit gaat lukken, Max. Kom op! Go, 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 go! Ik moet even wachten. Ik moet hier iets voor bedenken. Oké, de stelling is... Ik ben goed met restjes opmaken. Wij kunnen een koelkast vol met... De meest fantastische gerechten, of ze nou takeaway zijn of dat we ze zelf gemaakt hebben, maar het kan vol liggen ermee. En dan nog ben ik die gast die dan liever wat anders eet. Ik wil gewoon niet... Pas op voor de opening. Ja, ik kan niet langer dan een kwartier van tevoren bedenken wat ik ga eten. Dat is gewoon... Blijkbaar, soms bedenk ik on the fly wat ik ga eten. Jij bent de koningin van de restjes, echt. En dan bedoel ik niet alleen maar omdat je alleen maar tweedehands vloer eet. Maar gewoon omdat je er heel goed in bent, om lekkere dingen te maken met nou restjes. Ja, behalve vandaag blijkbaar. Nou, we hebben nog niet geproefd. Ik weet niet hoor, maar die smoothie die je daar maken, hè? Ik ga mijn gerecht opmaken, denk ik. Oké, ik denk niet dat iemand dit gaat opmaken. ik denk dat ik bijna klaar ben. Ja, leuk. Succes. Laat me even met rust. Wacht, laat ik eens even proeven eerst. Ja. Voordat ik dingen ga roepen. Ik dacht dat namelijk ook. En toen stop ik het in mijn mond. Nou, gaan we eens even de Ja, ik ben toch bezig? Jij was klaar, zei je net. Ik probeer hier iets te redden. Ik vind je erg agressief, Max. Zit je iets dwars? Ja, jij. Hier nu, met dat ding. Oh, yes. Ja? Ja, ik wou er nu een zonnebril van. Talk live. Talk live. De presentatie van deze bleke derry wordt best wel moeilijk. Oh, iets grond opleggen, hè? Ja. Dat heb ik gelukkig. Hé, ik wil niet dat jij tips gaat geven. De jongen moet er zelf achter komen. Ik weet niet hoe ze smaken, maar die spruitjes zien er in ieder geval uit als het beste wat ik ooit gekookt heb. Oh, jij bent al aan het presenteren. Ja, ik praat er minder over, ik ben gewoon aan het werk. De tijd tikt weg. Oké. Het is wel low hanging fruit om je presentatie met dat mooie bord op te krikken. Vind ik een makkelijke keuze. Met makkelijke keuze bedoel je wat jammer dat jij niet op tijd klaar was om dat ook te doen. Oké, we zijn klaar. Hoe vond je dat, Max? Ik was in een soort constante paniek. En tot aan 7 minuten voor het einde dacht ik echt van... Ik ga gewoon weg. Ik wist niet dat er zoveel angst kwam kijken bij koken. Oké, nou dat klinkt veelbelovend. Ik moet zeggen, dit zegt al genoeg, denk ik. ik weet het ook niet wat ik heb gemaakt. Laten we eens beginnen. Mijn gerecht heet ook... Oké, we gaan de gerechten beoordelen op creativiteit, op smaak en op presentatie. En normaal gesproken is Max de jury... Maar die is enigszins bevooroordeeld vandaag, dus we gaan gewoon elkaars gerechten beoordelen. Eerlijk en oprecht. Absoluut, ja. Oké, we beginnen met mijn gerecht. Oké. Wat heb je gemaakt? Ik heb gemaakt Chinese koolrolletjes met een tofu egg scramble met paddenstoelen, crunchy avocado partjes. Een sausje van rode biet en amandeljoghurt. Lekker veel dingen! Ja. Oké, we gaan beoordelen dus. Te beginnen met presentatie. Hm. Laten we tegelijkertijd een cijfer noemen tussen de 1 en de 5. Oké. Okay. 3, 2, 1. 4. Oh. Ik vind het wel gezellig uitzien. Ik vond het wel goed. Ja, ik vind het wel spannend. Ja. Toch? Het is meer een beetje gelopen, maar ja, dan zien we een beetje door de vingers. Jury ziet het door de vingers. Ja. Oké, dan op echt het gerecht. Creativiteit. 1 tot met 5. 3, 2, 1. 5. 2. Ik heb allemaal dingen gehoord waar ik nog nooit van gehoord heb. Dus ik vind het super creatief. Maar het kan ook zo uitpakken dat het misschien heel leuk bedacht is. Ja, maar dat het naar kont smaakt.
Is er een manier waarop ik dit zou moeten eten? Heb jij bedacht wat ik... Nee, gewoon een rolletje aansnijden, een beetje van alles erbij. Oké, dus het is een soort nasi. Ik weet niet of dit positief is of niet. Ik denk het niet. Oké, nu moet ik. Oké. Smaak op 3, 2, 1. 2,5. Oké. Ja, ik vind het, voor mij is die tofu scramble heel goed gelukt. En met die paddenstoelen, dat is lekker. En ik vind die avocado daar heel lekker bij. Ik ben niet zo'n fan van Chinese kool, maar dat is persoonlijk, dus dat is dan weer. Ja. En die saus, die verkloot het. Maar verder, in balans. Maar het is ook alweer, het geeft ook alweer een frisje. Tuurlijk. Gaan we door naar jou, Greg? Alright, ja. Ik ben begonnen met een combinatie tussen... En toen had ik nog een gat over in het midden. Dus met een gat van wortel. Maar zou je dit dan een soort van avontuurlijke pokeball noemen of zo? Let's go with that. Oké. Punten qua presentatie. 3, 2, 1, 3. Het bord is mooi, de onderzet is mooi, het eten zelf is er ook. Originaliteit. Oh, ik moet hier even over nadenken hoor. Oké. 3, 2, 1, 2,5. Oké. Het is redelijk gewoon dingen opgebakt met wat. Ja, het is opgebakt. Wacht maar tot je het proeft. Nou, dat ziet er heel mooi uit. Lekker groot stukje. Je bent gek op champignon, niet zo doen. Oh ja, dat doen die chefs ook altijd. Die praten maar ook met volle mond. Ja. Zo, een beetje zo. Ja, het is wel een beetje voelen. Ja, maar ook dat je denkt van... De spruitjes zijn best lekker. Ja. Terwijl ik dat normaal niet lekker vind. Zo, je moet even de peper verwerken. Oh, peper niet. Ja, want dat smaakt er daar niet. 3, 2, 1. 3,5. Really? Ik was echt aardig met mijn 3. Oh. Dat is echt gewoon knoflook en peper galore. Dat is toch fucking lekker? Nou, als ik dan een snelle rekensom maak, Max, dan denk ik toch dat ik de winnaar ben geworden. Nou, ik heb meestal niet zoveel vertrouwen in jouw rekenkunsten, maar ik denk dat je gelijk hebt. Ik had dit ook wel verwacht, moet ik zeggen. Want ik ben wel degene die dit ook dagelijks doet van ons. Ik wil niet zeggen dat mijn gerecht nou geweldig was, maar alleen zeg maar, beter. Iemand die het dagelijks doet, kan je dan wel meer verwachten. Dat vind ik nogal een handicap die we even hadden mogen gebruiken. Je hebt natuurlijk nog een challenge gedaan vandaag en dat is de grote kaasvlee-challenge. Kaasvlee, dat is mijn lievelings. Maar hoe snel kan je zo'n snoeihete lavaflap eigenlijk eten? Welkom bij de grote kaasvlee challenge. Oké, start. Assist helemaal. Morgen, ach goed. Goed. Je wilt hem niet met bestek eten. Oh. Ja, god die vis. Daar. Gelukkig heb ik een looie pijp, maar die looie pijp is wel rood gloeiend nu. Jezus. Oh, lekker kaasvlee. Oké, we staan bij het grote kaasvlee challenge bord. Jij hebt het gedaan in de mooie tijd van 47 seconden. Was ik een hele minuut sneller dan jij? En 57 milliseconden. Niet milliseconden. Honderdsten? Dat zijn honderdsten. Honderdsten. Dus daarmee schuif je mij direct van de troon. Hoppatee. Ik was niet heel lang, stond ik op de troon. De troon was dat hier. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Check ook de alle andere afleveringen van gegrilde gasten. Gegrilde groenten met geroemde gasten. Ik moest even denken. 4G. En verspil geen voedsel. Doei.